We staan hier bij de polder Horstermeer. Tot 1882 was het een meer. En sinds 1882 zijn ze begonnen met het droog te malen. Doordat de deklaag heel dun is van deze polder en er een enorm zandpakket onder zit, komt er een enorme hoeveelheid kwel naar boven. En in het midden van deze polder is dat brakwater en aan de zijkanten is dat zoete kwel. Wat is kwel? Kwel, dat is water dat in de ondergrond zit en het infiltreert bijvoorbeeld vanuit de heuvelrug. Je ziet bijvoorbeeld die toren daar, dat is de televisietoren, de zendmast van Hilversum. En dat is eigenlijk al de heuvelrug. Dus dat ligt een stuk hoger dan dit gebied. Nou, dat brakke water dat is ongeveer 5000 jaar geleden geïnfiltreerd hier. En door het verschil in dichtheid mengt het niet met het zoete water wat ook in deze omgeving zit, wat hoger zit. Het mengt in de slootjes, die twee types water. En dat wordt dan uiteindelijk bij het gemaal daar uitgeslagen. Maar die hele mooie zoete kwel, die wordt als het ware verontreinigd door die brakke kwel uit het midden van de polder. En alles bij elkaar wordt het dan zo zout dat we dat water niet meer kunnen gebruiken voor de natuurgebieden in de omgeving. Dat water dat moeten we zo gauw mogelijk laten afstromen. We laten het via de Vecht naar het noorden stromen. En bij Nichtenvecht drukken we het water naar buiten, naar het Amsterdam-Rijnkanaal. En daar kan het geen kwaad meer. Nou, dat water wegdrukken en de omgeving aanvullen, dat doen we met water uit het Markermeer. Maar het klimaat verandert en daardoor heeft Rijkswaterstaat aan alle waterbeheerders gevraagd: kunnen we hier misschien wat zuiniger aan gaan doen met het water uit het Markermeer? Nou, wat hebben we nu bedacht? Is dat we dat brakke water hier apart willen gaan proberen op te pompen met putten. En van dat brakke water willen we dan drinkwater proberen te maken. We zitten hier in het midden van de polder bij de boring en we hebben werkwater nodig voor het boren van de put. En dit water haalt van ongeveer 20 tot 40 meter diepte. En om altijd voldoende water beschikbaar te hebben, zorgen dat we een klein beetje meer oppompen dan we nodig hebben. En de overmaat, dat spuien we hier op de sloot. En uit de metingen blijkt dat dit water zeer brak is. Het is eigenlijk het brakste water dat ik tot nu toe ben tegengekomen. Dus ongeveer 5000 milligram per liter, schat ik. Veel te zout voor de omgeving. We hebben dat gat geboord en wat we nu aan het doen zijn is dat gat aanvullen. En hier zie je bentonietkorrels. Dat zijn een soort kleikorrels en als die onder water komen dan gaat het uit elkaar en zet ook een beetje uit en dan krijg je een hele mooie laag klei waar het water niet doorheen kan stromen. We zijn nu op diepte, dus de boorkop is eruit gehaald. En met dit soort boorkoppen hebben we geboord. En die boor die draait heel rustig rond en je ziet hier de tanden die heel rustig de grond steeds wegstrapen. En dat losgewoelde materiaal, dat wordt dan naar boven gezogen door dit gat. En dan boven, dan wordt dat materiaal opgevangen in een emmertje. En al die monsters die worden in kisten bewaard om vervolgens door TNO in Utrecht te worden geanalyseerd. Dit is de plek waar wij boringen binnenkrijgen en die verwerken. En dat houdt voor ons in het beschrijven van zoveel mogelijk kenmerken van de boormonsters. Ik sta hier bij alle monsters die uit de boring uit Horstermeer terechtgekomen zijn. Dat zijn 232 meter. En in elk zakje zit het monster van 1
meter, één geboren meter. Eigenlijk proberen we een zo volledig mogelijk plaatje van dat monster op te schrijven. Dus als we schelpjes zien, dan schrijven we als het mogelijk is de schelpsoort op. We kijken naar de grofte, we kijken of er bijzondere bestanddelen in zitten. Zo af en toe kom je muizenkiesjes tegen en zo af en toe een mammoetskies. Uit het monster op 37, 38 meter beneden Maaiveld is een fragment van een mammoetskies terechtgekomen. En dan niet de wolharige mammoet die we allemaal geschiedenisboekjes kennen. Maar de steppenmammoet, dat is een wat oudere soort ervan. En verder zie je hier heel veel rivierafzettingen van vooral de Rijn. Maar zo af en toe vind je ook, nu gaan we echt de diepte in, we zitten nu op 226 meter, komen ook grotere schelffragmenten tegen. Dus je kan duidelijk zien dat het geen rivierafzettingen zijn, maar echt marine afzettingen. Dus door de zee afgezet in een ondiepe zee. En we proberen dus zoveel mogelijk kenmerken zo te beschrijven, op te slaan voor later gebruik door Waternet bijvoorbeeld, maar ook voor onszelf, voor de ondergrondmodellen. Die worden publiek uitgegeven door ons. Nou, we staan hier ongeveer in het midden van de Horstermeerpolder. En wat je hier ziet is het tracé van de transportleiding die zometeen gelegd gaat worden samen met twee mantelbuizen voor de glasvezelkabels. En die transportleiding die loopt van de bron aan die kant naar de RWZI, helemaal via de ringsloot, naar die kant. De zwarte leiding is de transportleiding, dus daar gaat eigenlijk al het opgepompte water doorheen, hè, van de twee pompen. En de groene leiding dat is de mantelbuis voor twee glasvezelkabels die dus de communicatie doen. Zodat eigenlijk vanaf de RWZI, waar de container staat, de proefcontainer, helemaal de pompen hier bestuurd en gemonitord kunnen worden. Dus hier hoeven we eigenlijk niet meer te komen, zometeen. Het brakwater komt hier beneden binnen, het komt uit de pomp, uit de put. En dan wordt het hier met twee pompen op druk gebracht. Dan gaat er daar aan die kant de drukbuizen in. En in die drukbuizen daar zitten de membranen. Het water wordt door die membranen heen geperst. Het water wordt er doorheen geperst, dat is mooi zoet water. En je hebt een kleine reststroom waar wat zout in terechtkomt. Dit is zo'n membraan zoals die er van binnen uitziet. Het is een opgerold kunststofvel en daar wordt het water doorheen geperst. En het water dat eruit komt, dat is eigenlijk te schoon om te drinken. Er zitten helemaal geen mineralen meer in. Het is eigenlijk te puur. Het is gewoon puur water dat eruit komt. Dus wat we uiteindelijk gaan doen, is dat we dat opmengen met ander water. En dan wordt het samen heel mooi drinkwater. De komende half jaar gaan we eerst een aantal kortdurende testen doen. En daarna willen we twee of drie keer een duurtest van 4 maanden doen. Dus alles bij elkaar willen we eigenlijk anderhalf jaar draaien. We zijn gek op Shakespeare. En een heel beroemd toneelstuk is het Temmen van de Fakes. En het gaat over een gezin met twee of drie dochters. En één dochter, dat is verschrikkelijk mens, dat is de Fakes. Maar uiteindelijk blijkt zij wel de beste uit het nest. En dat is ook eigenlijk met brak water zo. Want brak water is lang geleden geïnfiltreerd, ongeveer 5000 jaar geleden, dat hier een Waddenzeegebied was. En sindsdien is er niks aan toegevoegd vanuit de mensen. Dus er zitten geen pesticides in, er zitten geen medicijnresten in, er zitten geen verontreinigingen vanuit de industrie. Dus het is eigenlijk heel mooi water. Het is eigenlijk van onbesproken gedrag. Er zit alleen zout in en dat kan je er relatief simpel uithalen.